Mijn naam is Frits de Ruiter de Wild, voorzitter van de stichting Michiel de Ruiter en 12e generatie nazaat van luitenant-admiraal-generaal Michiel Adriaanszoon de Ruiter. We gaan nu de crypt van de Ruiter openen. Met een van de weinige sleutels die daarvan zijn, zijn er een paar in de familie. Eentje bij de Nieuwe Kerk en eentje bij een Rotterdamse student. En hier openen we de stenen deuren. Dit is een van de weinige crypten in Nederland met een trap, maar wel een hele steile. Dus we moeten wat voorzichtig zijn. Maar dat geeft de gelegenheid om hier ook vaker te komen. Wat we één keer per jaar doen in het kader van de herdenking van de Hongaarse predikanten. Luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruiter overleed aan de verwondingen die hij had opgelopen in een slag in de Middellandse Zee in 1676. Zijn lichaam werd daar gebalsemd en teruggebracht naar Nederland, waar ze meer dan een jaar over deden. Na een jaar kwam hij hier en hadden ze een crypt weten te bouwen onder het koor in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een stuk waar nu het praalgraf van de Ruiter staat. Maar in deze ruimte werd zijn lichaam bijgezet. In een eikenhouten kist, kleiner dan de kist die jullie hier zien, want die zit hierin. De originele kist had namelijk een glas in lood raam aan de bovenkant, zodat mensen die op bezoek wilden naar het graf, naar het lichaam van de Ruiter en daar respect wilden tonen, hem konden zien liggen. Maar na enige jaren was dat zo vaak aangeraakt dat het glas in lood was ingedeukt, begon in te vallen, mensen zelfs souvenirs meenamen en besloten werd om de kist in te pakken in een grotere. Vandaar deze immense kist, want de man zelf moet ongeveer 1,60 meter zijn geweest. Over de jaren zijn er vele mensen bijgezet. Kist links liggen 6 mensen, daar liggen 4 mensen in deze hele ruimte. Hebben over de eeuwen 56 mensen gelegen. Allemaal nazaten van de Eliassen, van de Ruiter de Wilds, die over de jaren zijn overleden en hier werden bijgezet. Tot ergens halverwege vorige eeuw, toen dat niet meer mocht. In de kist zelf zit ook nog een klein mysterie. Want in 1956 is hij voor het laatst opengegaan. Toen zijn daar foto's van gemaakt, maar het lichaam was dermate toestand dat besloten werd om die foto's te vernietigen. Maar mijn vader heeft altijd beweerd dat hij de orde van Saint-Michel, die hij van Lodewijk XIV kreeg, op zijn lichaam lag. Nu beweert het Rijksmuseum dat zij de orde van Saint-Michel van Michiel de Ruiter in de vitrinekast hebben liggen. Dus wie gelijk heeft, weten we niet. Er zijn meerdere orders uitgedeeld. Ik ga ervan uit dat ze in het Rijksmuseum niet die van Michiel hebben, maar dat die onder deze houten plaat ligt. We gaan het niet weten, want wat mij betreft gaat de kist niet meer open. Op het bord zien we de namen van al diegenen die over de eeuwen in de crypt zijn bijgezet en grotendeels dus weer verwijderd, geruimd. Waarbij we Michiel zelf met zijn wapen prominent bovenaan zien. Met daarboven zijn wapen, wat hij gekregen heeft van de Deense kroon. Een rebus met de Ruiter helpt Denemarken te land en ter zee. Maar we zien hier ook Jan van Gelder, een kind van Jan van Gelder. We zien Engel de Ruiter, we zien Adriaan, we zien Anna van Gelder. De data die hierbij staan zijn de data waarop ze bijgezet zijn in de crypt. Want we weten niet van iedereen precies wat hun overlijdensdatum is. Je ziet ook een hele hoop linten. Nederlandse vlag, Hongaarse vlag. Want alle herdenkingen die hier de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, betreffen de herdenking van de bevrijding van de Hongaarse predikanten. Een bevrijding van 28 man die eruit over 2 maanden voor zijn dood deed toen hij samen met de Spanjaarden, die galeien hadden, waar galeislaven op zaten, tegen de Fransen voerde. En op die galeien zaten geloofsgenoten van de Ruiter. Hongaarse predikanten die zich niet wilden bekeren tot het katholieke geloof en daarom verbannen waren naar de galeien. In het midden op de kist ligt een kleine krans die 2 jaar geleden in 2018 werd neergelegd door een groep van 30 Hongaarse predikanten die specifiek op bezoek waren gekomen hier in Nederland om hun respect te tonen aan de admiraal die in hun ogen de wederopstanding van het reformatorische geloof in de 17e eeuw heeft gerealiseerd. Iedereen eert hem. Dit is geschonken door een orde voor Holland en Zuid-Afrika, gelegd door de Nederlandse gemeenschap met betrekking tot de vrijheid van de zee, waar de Ruiter zijn bijdrage aan gedaan heeft. Deze komt van de familie. Eerbiedige hulde van afstammelingen aan hun grote voorvader. Met het wapen van de Ruiter de Wild. Deze is gelegd door de marine in 1907 voor het 300ste geboortejaar.
Deze door de Franse marine. Dus dat is ook dat je denkt, hij werd door heel Europa geëerd. Zowel door de Spanjaarden, de Engelsen, de Fransen, de Denen, de Zweden, de Duitsers, wat we nu Duitsers noemen, Zuid-Afrikaanse, Hongaarse, vanuit heel Europa wordt Michiel de Ruyter geëerd. Nou, van mij mag je de eerste Europese admiraal worden. My name is Adam Badje, the Hungarian consul in the Netherlands, in The Hague. I'm working here since 2018 September, and I'm very proud to be here today. So the fact that after 400 years we still know who Michiel de Ruyter was shows us how important role he has played in the Dutch history, and which I am very proud of, not just in the Dutch history, but also in the Hungarian history. Because in 1675, a group of Hungarian Protestant preachers were exiled by the Habsburg Emperor and handed over to Spain to work as slaves in the Spanish galleys. With freedom of religion, especially for the Protestants, the Netherlands could simply not allow this. And after a large scale of diplomatic campaign to free the preachers proved ineffective, Michiel de Ruyter was deployed. The admiral was in the same waters as the Spanish galleys to help them keep Sicily from the French supremacy, and he could simply not tolerate seeing his fellow believers working as galley slaves. With his small feet, the military force was absolutely not an option. He had to rely on his diplomatic skills. With the loyal support of Spain, he could eventually persuade the viceroy to free the preachers, to release the preachers. And on the 11th of February, 1676, they were on board. The act of Michiel de Ruyter was not just saving a couple of lives. This act of Michiel de Ruyter was very symbolic. This is symbolic of brotherhood, and for that reason we are really, really grateful. And Michiel de Ruyter is honored in Hungary, in Debrecen, which is the Calvinist center of Hungary, behind the Grote Kerk from 1895. There is a monument bearing the name de Ruyter Mihai, and I believe we have much responsibility with such common cultural value and such heritage, because we have to handle in the present and we have to protect and save for the future. Ik ben vice-admiraal Borsboom, vice-admiraal buitendienst. Ik was commandant van de marine en ik sta voor het praalgraf van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, een van mijn illustere voorgangers. En misschien bent u hier wel eens geweest en misschien zelfs wel eens een keer in de crypte waar het lichaam is. Maar het lichaam is niet intact. De Ruyter is namelijk toen hij sneuvelde gebalsemd. En zijn ingewanden zijn elders. Verplaats u, we zijn in de Middellandse Zee. En daar commandeert Michiel Adriaanszoon de Ruyter de Nederlandse vloot. Die ondersteunt op dat moment de Spaanse vloot. En die nemen het op tegen de Fransen. De Fransen belagen Sicilië. En dus een Nederlandse vlooteenheid onder leiding van een protestantse admiraal nemen het op tegen de katholieken ter bescherming van een katholiek deel, namelijk Sicilië. Hij sneuvelt, het lichaam wordt gebalsemd, dan moeten de ingewanden eruit. En wat doe je daar dan mee? Die worden naar de wal geroeid. Dat staat niet in het scheepsjournaal. Er is weinig over bekend, anders dan een soort van secundaire getuigenis dat uiteindelijk de ingewanden met een sloep naar de wal zijn geroeid richting Syracuse, in de baai van Syracuse. Er wordt gesproken in die getuigenis dat uiteindelijk gevraagd wordt of de ingewanden bijgezet kunnen worden in de kathedraal, maar daar is geen bevestiging van. En er wordt gesproken dat het ergens uiteindelijk begraven wordt, die ingewanden, bij een klein huisje. Tot zover weten we het en heel veel weten we niet. Ik sta hier in uniform omdat ik ook president ben van de Apostolaat Militair Internationaal. Een katholieke, christelijke, militaire lekenorganisatie met veel contacten met het Vaticaan.
Ik ben ook lid van de Stichting De Ruiter. En we bedachten, als we nou toch eens een keer navorsing gaan doen hoe dat nou gegaan is destijds. En wellicht kunnen we dan op de plek van die ingewanden toch een plaquette onthullen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik stuurde een brief aan een goede bekende van mij, monseigneur Karel van Kasteel. Een van de persoonlijke secretarissen van de huidige paus. En by the way, ook van de afgelopen 5 pausen. En we kennen ook het verhaal van Debrecen. Een stad in Hongarije, waar naast een kerk een monument staat. Een monument van de Ruiter, ter nagedachtenis van zijn bevrijding van de Hongaarse predikanten. Dat verhaal heeft u vast vaker gehoord, omdat we ook ieder jaar hier in de Nieuwe Kerk dat memoreren en ook een kranslegging doen. We wisten ook dat de paus, een van de voorgangers van de huidige paus, paus Johannes II, daar op bezoek is geweest in Hongarije, ik dacht in 1991, en vervolgens buiten het protocol om, niemand wist ervan, bij het verlaten van de kerk naar het monument gegaan is en daar een krans heeft gelegd. Dat is toch heel bijzonder. Dus dat verwerkten we natuurlijk ook in de brief die we stuurden naar monseigneur van Kasteel. En recent hebben we antwoord gekregen. De monseigneur had contact gezocht met het kapittel van kanunniken van de kathedraal, de Duomo, in Syracuse. En wonder boven wonder, er blijken dus toch opschriftstukken te liggen in het archief daar. En er is inderdaad een verzoek gedaan aan de toenmalige kardinaal van Syracuse voor die ter aardebestelling van de ingewanden van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Die toestemming is toen niet verleend, maar wel is aangegeven dat die ter aardebestelling kon gebeuren bij de Casa di Senatori. Een klein gebouwtje aan de rand van de stad. Precies overeenkomstig met wat we wel wisten uit de historie, namelijk dat de ingewanden in de buurt van een klein huisje aan de rand van de stad waren begraven. In 1629 werd er een nieuw stadhuis gebouwd, vlak naast de kathedraal. En het is nu zo dat daar we op dit moment toestemming vragen en eigenlijk ook al gekregen hebben om een plaquette aan te brengen, om daarmee te gedenken dat de ingewanden van Michiel Adriaanszoon de Ruiter daar ter aarde zijn besteld. En zo komt het verhaal van dit praalgraf en de crypte en de ingewanden in Syracuse weer bij elkaar. Ik sta nu voor de ingang naar de crypte van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Naast oud-commandant van de marine en lid extraordinaris van de stichting Michiel Adriaanszoon de Ruiter heb ik recent samen met Anne Doedens ook een boek geschreven. De Kanon van de Koninklijke Marine, eigenlijk 600 jaar Nederlandse zeemacht. U zult begrijpen dat als je 50 vensters gaat vullen in een kanon over de marine, dat de Ruiter niet mag ontbreken. Tegelijkertijd weten we ook dat je de Nieuwe Kerk ongeveer kan vullen met publicaties over de marine en over de zeemacht. Dus hier is het de kunst van het weglaten. De Ruiter is uiteindelijk ook de meest geciteerde persoon in de hele kanon geworden. 106 keer komt hij terug. Niet met een eigen venster, zoals in de kanon van de Nederlandse geschiedenis, maar in diverse vensters. En dat is precies wat de Ruiter ook is, veelzijdig. Hij kwam op zoveel momenten terug, op cruciale momenten in de Nederlandse geschiedenis, dat hij dat ook verdient. Denk aan de slag bij Chatham. Of denk aan het tegenhouden van de Engelse vloot in het rampjaar. Redder van de Republiek. Maar zo was hij natuurlijk ook een enorm stratege en een tacticus die heel veel vernieuwingen heeft gebracht. Dat vinden we ook terug in de kanon. En hij was natuurlijk een vader voor zijn mensen en dat vinden we ook terug. We hebben met ontzettend veel plezier 2 jaar gewerkt aan deze kanon, Anne Doedens en ik. We zijn erg blij met de Walburgpers die het fantastisch heeft uitgegeven. En het is met heel veel plezier dat ik een van de eerste exemplaren overhandige aan de voorzitter van de stichting Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Frits de Ruiter de Wild. Alsjeblieft. Dankjewel.